Tim Gillers had net een prachtig masker op, volgens mij vanmorgen gemaakt. De hamvraag komt meteen. Kan jij spelen morgenavond tegen Groningen? Ja, ik denk het wel. Ik heb er getraind en hij zit goed strak. Ik heb goed zicht. Dus dan gaan we het gewoon proberen. Je kan het zien, want de afdrukken zit nog in je gezicht. Ja, hij zit wel strak. Maar dat moet ook, anders gaat hij schuiven. En hij zit goed. En dat hij dan een beetje knelt of een beetje afdruk geeft, dat geeft niet. Maakt hij dat niet? Nee. Ja, goed, het is niet ideaal, maar het voelt wel goed, moet ik zeggen. Erik Bottegien, het ziet er spannend uit, jouw hoofd. Ja, het ziet niet goed uit. Maar ja, ik kan dit ding gebeuren in de wedstrijd. So, ja, ik moet laat gaan en gevonden spelen. Ja, kan jij gewoon meedoen tegen FC Groningen? Ja, ik kan meedoen. Ik ga meedoen. Je hebt een gebroken neus opgelopen. Hoe is dat gekomen? Ja, op training gebeurd. Een hoge bal en ik ging met Neno in duel en toen voelde ik een knal op mijn neus en ik voelde eigenlijk al gelijk dat het kraakte. Dus het was inderdaad gebroken. Jij kwam afgelopen weekend in botsing met Ramon Zomer van Heerenveen. En hoeveel hechtingen moest je erin? Zeven. Ja, zeven. Hij was een heel groot en ook diep. Maar ja, bloed enorm en je krijgt heel veel pijn. Maar in de wedstrijd heb je de adrenaline, ben je warm en wil je spelen, wil je helpen. Zo, maakt niet uit. Die wedstrijd tegen Groningen, even terugkijkend naar vorige week, verloren van Heerenveen, maar wel een uitstekende eerste helft gespeeld. Daar maar op voorbeduren. Ja, op die eerste helft, maar ook op deze twee mannen, zoals we nu bezig zijn naar de winterstop. Daar moeten we sowieso vertrouwen uitputten. We zijn op een goede weg, we hebben veel punten gehaald, ja, daar kan het ook een keer tegen zitten. Daardoor moeten we ons juist niet door het veld laten slaan en gewoon doorgaan op die ingeslagen weg. Ik denk dat ze hebben een goede individuele speler. So, en is het altijd moeilijk om daar om te winnen. So, ik denk dat het wordt een moeilijke wedstrijd. Momenteel is elke wedstrijd heel belangrijk voor NAC. En dit ook. So, we moeten zorgen dat we de drie punten meenemen naar Breda.